Hey, what's good, Calfam? Ik ben er weer met een Patrick shirt. Goedemorgen, we zijn er weer klaar voor. Hey, what's up? Mijn naam is Calfijn, a.k.a. Kelvin, a.k.a. de mannen, a.k.a. Messi as fuck. Dit Hoe kan je dit accepteren? Wat legendarisch dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals ik al zei, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calfijn. En mocht je nog geen onderdeel zijn van de Calfam, doe dat dan sowieso door je even te abonneren. Ja! Ja, de Calfam is de meest epische, meest leuke, meest gezellige, meest invloedrijke, meest fantastische familie op het hele internet in Nederland. Dus mocht je nou nog zoekende zijn naar een tweede familie, dan kan dat. Door je even te abonneren op mijn kanaal, volg me op Instagram en dan join je de leukste, meest gezellige, meest epische familie van Nederland. Dus dat wordt fantastisch. Hey, what's good? Ik ben inmiddels 22 en het is wel de leeftijd dat het wel steeds vaker een gespreksonderwerp is. Van ja, wil jij eigenlijk kinderen? Wil jij eigenlijk... En ik zal jullie even vertellen, ik wil inderdaad wel een kindje of twee, maar niet nu. Want anders word ik mentaal... Ik heb al twee katten en dit kost al vet veel moeite en tijd. Kijk even naar de cute lordje, what's good? Maar soms is het wel goed om je even te oriënteren over de toekomst. Namelijk, ik heb nu niet de leeftijd waarop ik denk, nou, ik ga even een kindje... Lang verhaal kort, ik had voor een dag twee kinderen. Zo. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het straat! Als de stekker eruit haalt, dan gaat alle stroom in de hele wereld weg. Ja? Dan kun je nooit meer een lamp aandoen. Ben je dat nou? Ja. Want ja? We moeten er toch mee weg. Dat is waar. Het is allemaal nooit meer stroom, oké? Okay? Nooit meer warme douche. Oké. Okay. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat we ook voor gegil zijn. Wat voor geluid maakt de trein? Kedinkeding, 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 kedinkeding. Zo, ik dacht even dat ik een trein hoorde, joh. Yo, alles goed? Ja. Box, zijn we lekker naar het strand gegaan? Ja. Verdomme weet je, ben je met je kinderen lekker naar het strand? Komen ze weer naar je toe? Willen ze weer op de foto? Hallo, ik ben hier toch gewoon met mijn kids, man. Hallo, laat me ook gewoon even vader zijn een keertje. Kijk, weet je wat het is? Als je op een bepaald moment een vriendin hebt die gewoon relatief veel Instagram volgers krijgt, dan gebeurt er dit. Dan krijg je fotoshoots. Goeie foto, Matt. Nu krijg je van mij een lolly. Oh. Eet smakelijk. Fiek, wil je ook een lolly? Ja. Oh, lollies zijn op. Helemaal niet. Alsjeblieft. Dankjewel. Eet smakelijk. Ja. Nee. Hey, oppassen jij. Herken je dat vrouwen gewoon altijd zeg maar, je telefoon jatten omdat ze zelf geen portretfunctie hebben op de iPhone 10? Nou, dat heb ik. Waarom jat je altijd mijn telefoon, Nien? Hier, kijk wat voor mooie foto ik heb gemaakt van jullie met Nina. Wie is dat? Dat zijn jullie met Nina. Vroeger? Ik ben dat klein dingetje en dit is wat. Dit is leuk! Want je broek wel nat! Goed zo. Dit zijn trouwens niet onze kinderen, mocht je dat denken. Maar... Oh, nee. Nou, zo was ik helemaal niet gekomen. Oké. Dat was intens. Dat was, oh wauw. De volgende ochtend werden we wakker en was het tijd voor even een leuk spelletje. En daarna gingen we naar de dierentuin. Maar ik moet jullie even één ding vertellen, namelijk de avond van tevoren was er een intense discussie gaande. Daadwerkelijk debat over wat de meest geweldige vlinder ooit is. We hebben een meeting over welke vlinder het mooiste is. Het gaat er hard aan toe. Is ze echt... Hey, weet je welke het mooiste is? Deze vind ik echt super mooi. Nee. Vrouw, wat is de mooiste vlinder van het heelal? Volgens mij de koninginpaard. Wat vind jij de mooiste vlinder? Ik vind deze het mooiste, de Atalanta. Ik vind deze vlinder de mooiste. Ja, dat is geen vlinder, dat is een vliegje. Nee hoor, dat is een vlinder. Een vliegje met een kaas. Nee, dat is toch mooi. Het was tijd om naar de dierentuin te gaan. En het was één groot feest, dat ga ik je wel vertellen. Goedemorgen, we zijn in Artis. Het is echt de minst boeiende dierentuin uit heel Nederland. Het interessante is dus dat je kan ze apen laten zien, fucking grote koeien, kamelen. Alleen het enige wat ze willen zijn vlinders. Dit zijn mijn kinderen.
Oh. Ja, ik heb stiekem al heel lang kinderen. En de shownieuws mag het niet weten. Nee. Ik heb vannacht weer raar geslapen. Voel je dat ook? Nee. Ik heb een beetje last van mijn kaak. Dierentuin comedy! Accepteer hem. Iemand is hier zijn kussen vergeten voor in het vliegtuig, je nek kussen. Die kids zeggen de hele tijd, yo, ik wil vlinders, ik wil vlinders. Ik zeg de hele tijd, yo, ik wil de hond. Comedy. Wat was nog maar de afspraak? Twee vlindertjes vangen en niet achteraan rennen. Goed zo. Jongen. Ik heb een trui aan, jongens. Ik kan het niet hebben. Ik kan het niet handelen. De hele camera beslaat ook meteen. Koninginnenpaasje zit daar. Koninginnenpaasje? Ja, koninginnenpaasje. Mats, niet aanraken. Mats, niet aanraken. Nee, die mag je zeker niet aanraken. Wat? Nee, ja. Koninginnenbaasje! Koninginnenbaasje! Zo mooi beest. Die wil ik echt eens een keer vangen, hè? Nee, dat mag niet. Ik sterf van de hitte. Ik ga naar de tropisch regenwoud, dat is nog minder heftig dan dit, man. Kun je nog wel helemaal naar de dierentuin gaan om dieren te checken, maar uiteindelijk vinden ze dit gewoon een tv met dieren erop. Het is gewoon 10 keer vetter dan dieren in het echt. Mats eet ook paprika's. Dat wist ik niet. Dat is wel mooi om te zien hoe een kind gewoon het goede voorbeeld kan opvolgen, weet je wel. Dat je gewoon positieve impact hebt op een kind dat hij gewoon een paprika eet. Wil je niet liever echte dieren zien? Nee. En je hebt ook echte zeehonden. Wil je die niet zien? Nee. Nee? Alles goed? Met Helen, ja, sowieso. Rocks. Ja, nee, mijn kinderen, ik ben officieel mijn kinderen nu kwijt. Dat is jouw schuld. Ja, sorry. Dank je. Maar jullie chillen gewoon donderdagmiddag artist chillen. Is dat het nieuwe chillen tegenwoordig? Tuurlijk, man. Oh, gewoon in de dieren. En jullie hebben abonnement, alles. Nee, dat niet. Gewoon spaarkaarten via Deen en zo, toch? Oké. Jullie chillen gewoon de hele dag op Fatboys daar dan. Ja. Wij zijn ook Fatboys. Hallo! En nu heb ik ook niet de meest camouflerende kleuren ooit aan, dus toen waren mensen allemaal met mij op de foto, hè Mats? Ja. Stom was dat, hè? Ja. Ja, dat was al heel stom. Mag ik een selfie? Jazeker. Ben je blij na gisteravond? Heel erg. Ajax is gewonnen, toch? Ja. Lekker, man. Zijn we nu door? Ja. Nice. En die return maakt niks meer uit? Nee. Oké. Nou, je bent wel een man van veel woorden. Dank je. Daarna ging ik boodschappen doen met Mats. Twee mannen op avontuur in de supermarkt. Nee, je moet je iets harder zeggen. Sesam, open hem! Sesam, open hem! Ja, daar gaat hij. Goed gezegd. Is dit echt sesam? Hij heet echt sesam. Sesam, dicht! Mag ik alsjeblieft bloemkool mee? Want ik hou van bloemkool. Wil je bloemkool mee? Hier twee van. Nou, doe maar één zakje. Eén is genoeg. En dan is het nu klaar. Nee, eerst moeten we nog zoeken naar speelgoed. Maar er is geen speelgoed. Dit is de Albert Heijn. Delvin gaat even dit kopen. Zijn mijn oren nog mooi? Ja, jouw oren zijn nog schoon. Diezelfde avond was het tijd voor een filmpje. Wat doe je? Rustig! Ik dacht, nou, ik koop even Inside Out. Leuk, 20 euro, maar dan heb je wel een leuk avondje. Je kan nergens de taal aanpassen. Dus wat blijkt, je moet in plaats van Inside Out, moet je binnenste buiten ook kopen. Eigenlijk had je in eerste instantie binnenste buiten moeten kopen, maar ik dacht, ik koop gewoon één film. Kan ik de taal aanpassen, maar dat kan dus niet, dus ik heb de verkeerde gekocht. En nou heb ik 20 euro voor niks besteed. Helemaal jullie schuld. Helemaal niet, Kelvin, je bent een beetje dom. Hey, ik zal nog eens een film voor jullie kopen, is goed. Je stinkt. Je stinkt. En toen gingen we naar het beste plek op heel de aarde. Ballorig. De plek waar allemaal leuke dingen zijn voor kids en glijbanen. Ja. Ballorig. Ballorig. Ik heb een hele goede grap bedacht. Wie is de beste coureur van Nederland? Ik. Weet je hoe jij heet? Mats Verstappen! Comedy! Het is hier ongeveer net zo warm als die vlindertuin van laatst. Gewoon iets minder vochtig, maar wel iets meer kinderzweet. Goed zo! Hey! Ja, moet je maar niet zo'n sexy leren broek aandoen. Ja, dan moet je niet halve catwoman willen zijn.
ik ben veel te zwaar. Kijk, ik word gewoon gepakt door deze... Hey, ik word gewoon gebotst. Wat doe je? Je weet gewoon dat je een goede babysitter bent als je aan het eind van het hele avontuur mama voor de deur hebt staan en het kind zo reageert. Daar wil ik niet heen. Waar wil je niet heen? Ik wil niet naar stuk van mama. Maar dat is uw mama. Daar wil ik niet heen. Je kan toch niet altijd bij ons blijven? Nee, maar daar wil ik naar mama. Jawel, mama heeft jou heel erg gemist. Nee, ik wil niet naar mama. Abonneer op mijn kanaal, volg me op Instagram. Doe je best, doe eens gek, je bent er normaal genoeg. En dan zien we elkaar zaterdag weer. Hey, what's good?